Ajax landskampioen. Ondanks een paar veranderingen in de opstelling mag je verwachten dat Ajax een sportieve klus hier klaart. Kiesna. Dat is knap bij de tweede paal die bal neerleggen. In eigen doel gekopt. Nota bene door Leiva Kabessi. Leiva Kabessi, Nijmegenaar. Ervaring, routine. Wat overkomt hem? Wat overkomt Anton Jansen? Wat overkomt NEC? Leiva Kabessi kopt die voorzet van Kiesna keihard achter zijn eigen doelman. Hoeveel ellende en hoeveel onheil kun je nog hebben? Maar wat doet Vermeer nu in paniek? Die speelt de bal naar Castellon en dan pakt Vermeer die bal. Die dacht natuurlijk Castellon is van Ajax. Bojan. Krijgt die bal knap voor. En daar was Klaassen bij de tweede paal, maar het was te moeilijk voor de 2-0. Kiesna. Bojan verlengt. En Klaassen bij de tweede paal. En dan gaat de vlag omhoog. Dan is het buitenspel. Dat is een ingestudeerde. Klaassen die steeds naar de tweede paal komt. Boylissen. Blind. Bojan. Bojan. Met kunst en vliegwerk zoals dat heet. Blijft de NEC daar overeind. Jahan Baks uit Iran staat klaar en gaat Stefanik vervangen. Boylissen, Paulsen. Sigtursson, Serrero, Sigtursson op weg naar 2-0. Serrero, nee, Jonsson. He, eindelijk eens een keer een leuke aanval. Jongen, wat heeft dat lang geduurd. Hemlijn. Castellon. Jahan Baks. Eén doelpunt heeft NEC maar nodig en daar is dat doelpunt. Jahan Baks. 1-1. Kijk eens. Zou dit dan de redding zijn van de Nijmegen-Eendracht combinatie? Deze goal van deze invaller, van Jahan Baks. Ja. Wat een mooi beeld zeg. Oh. Leiva Kabessi is langs Veldman. Daar komt Hemlijn. Serrero. Bojan gaat er vandoor. Gaat hij dan scoren? Bojan, velt hij dan het lot? Ja, 2-1. En zo ligt NEC weer verslagen op de grond. Kijk eens naar Van Heijden. Kijk eens naar deze mensen. Bojan, uitgerekend Bojan, ontsnapt daar aan 3 NEC-verdedigers. Van Heijden laat hem lopen, had hij hem maar gepakt met rood weg. Maar hij doet het niet. 2-1 voor Ajax. Veldman. Serrero. NEC gooit de boel achterin open en dat biedt Ajax de kans om de voorsprong te vergroten. Bojan, dan is het echt gedaan met NEC. Serrero. Klaassen. Bojan nog een keer. Jonsson. Andersen. Siem de Jong en Jonsson. NEC leeft nog. Ja, handbaks. Gaat erin. Het is 2-2. Wat een misverstand. Wat een blunder achterin. En NEC leeft weer. Met nog een paar minuten op de klok. Kijk eens. Wat een geklungel daar. Blind en Vermeer raken elkaar. En dan is het weer Jahan Baks.
Hoe lang laat Kevin Blom nog spelen? De laatste aanval van Ajax. Andersen. Wordt het noodlot toch nog voltrokken? Oh nee! Siem de Jong. De beul van de Goffer toen het 0-3 werd met 2 goals. Hij schiet over. Bloed, zweet en tranen. Dat was het vanavond. En NEC heeft het gehaald. NEC is dolblij. Jahan Baks is de held met 2 goals. Nadat hij Leiva Kabessi een eigen doel kopte en het drama van NEC zich leek te voltrekken, is het dan toch nog gelukt. Dankzij Jahan Baks.